dit is de situatie, dames en heren. Vlak voor het ingaan van de laatste ronde. We hebben Breschel, Weekman, Balan, Rodriguez, Van Avermaat, Löfqvist. Daar volgt dan een eerste groepje. Met daarbij zeker Van Golen. Ik denk ook Nick Nijers. Nou, als we zo doorgaan, hebben we toch nog drie man in een kopgroep van 9. In dat tweede groepje. Zie je daar achteraan? Ja, dat is zo. Dat is zo. Laat die anderen dat nu maar rechtzetten met bonen in het wiel. Dan hebben we daar nog een fantastisch ijzer in het vuur straks in die laatste ronde. En als dat niet gebeurt, dan hebben we drie mannetjes voorin die kunnen spelen. Maar daar zitten nog een paar sterke jongens, hoor. Die Rodriguez heeft een fantastische indruk gelaten. 12 seconden. Dus ik zou daar ook niet te veel op rekenen dat het allemaal goed afloopt op die manier. Maar we blijven inderdaad positief en optimistisch. Slechts 12 seconden. Het ziet er op dit moment goed uit. En nog veel beweging. Zonder meer. En Nijers heeft daar Van Golen bij zich. En ze spelen het spel voortreffelijk. Het is nog altijd de kaartbonen die getrokken wordt, zeker weten. Want Van Avermaat blijft achteraan hangen. En de landgenoten in het volgende groepje doen dat ook. Overal zijn en nergens rijden. Dat is ideaal. Zo kun je wereldkampioen worden. Löfqvist vol naar de kop. Vol naar de laatste ronde. Greg Van Avermaat mee in de kopgroep. Maar er waren al spatjes van verval. Maar anderzijds kan hij ook verschrikkelijk rap recupereren van een inspanning. Die jongen heeft het. Zeker weten. Op alle gebieden. Allerlaatste ronde. Nog 17 kilometer en 350 meter. En daarachter is alles weer aan het samenklitten. Met 6 zijn ze. Van Avermaat als 6e gepasseerd. In de final lap. 17 kilometer. Sprong van een Nederlander van achteruit. Geesink. Het is de smalle. Het is Geesink. Franse trekker. Gilbert anticipeert op een uitval van Cunego. Gaat mee met Cunego. Nijers ook in dat groepje. En nu komt het groepje en daar moet ook Tom Boonen zitten. Tom Boonen die daar aan de praat is met de truck nummer 65. Met Frank Schleck. Dit is Geesink. Die voelt, ik moet het nu doen. Ik moet er van weg. Frère is hier ook in dat groepje Nijers doorgekomen. Nee, die zat bij Bonen. Die zat bij Bonen dus. En ook Bettini? Dat is allemaal nog oké. Daar zit Cunego. Die zagen we springen en die nam Gilbert mee. Bettini helemaal vooraan in die groep Bonen. En bij Gilbert zat ook Rebellin, Cunego dus. Maar ook Van Golen en Nijens. Er is dus een groepje opkomst met een pak Belgen. Hè. Ze zijn daar zeker met z'n drie. Het groepje Van Avermaat en dan in dat volgende groepje... Gilbert, Nijens en Van Golen. Voilà. Dus kunnen we met 4 voorin graag. Wordt daar bevestigd. Gilbert die heel goed op zijn hoede was. Je zag hem kijken naar links. Hij zag Cunego vertrekken. Daar is Cunego weer vertrokken. En daar ging hij mee. En hier zijn we aan de Montello bezig. Dat is de laatste keer, Greg. Geesink komt wat dichter, heb ik de indruk. Daar in de bocht. Hij komt aansluiten. De 7e van de Vuelta. Nederland heeft zeker een kopman aan die Geesink. En ook Cunego kwam plots dicht. En hier Van Berger opnieuw. Dat is Van Berger, een rebellin. Op zijn kouse voeten. En Chris Anker Seurensen. En die komen hier bij het groepje helemaal vooraan, waar Weekman probeert weg te rijden. Langzaam maar zeker, maar niet wegraakt. En hoe langer dit duurt, hoe groter de kansen van de sprinters. Omdat alles recht te zetten is in die tussenstukken. Lastig. Dan toch de tol van de opeenvolgende inspanningen. Die begint door te wegen. Van Avermaat moet bijten. Blijven bijten. Je weet nooit, hè? Je weet nooit dat ze met een groep wegblijven. Die kan bijten. Die kan bijten. Daarachter hergroepering. Groepen Bolen, Bettini. En die andere groep die daar een seconde of 10 voor reed. Weer samengekomen. Het Madrid-scenario. Geesink. Met een heel klein mini-verzetje. Aanval Geesink. Reactie Balan. En die moet je natuurlijk nog overschot hebben om hier mee te kunnen.
Geesing die doortrekt. Bal dan Van Berga. En dan een beeld waar je niks mee kunt aanvangen. De lange leegte. Geesing. Van Havermaat hangt er nog aan. Maar het is op karakter. Puur op karakter. Hij probeert op te schuiven nu. Rebellin toch weer mee. Altijd op de afspraak. Maar al zo vaak gezegd. Tosato plots weer achteraan. Met Khalilov. En ook Lloyd. Ook nog een rappe man, die Khalilov. En hier komt Nijers weer. En dit moet Van Golen zijn. Dat is ook Van Golen. Maar wat doen die? Proberen de sprong naar voren te maken, denk ik. Maar dat konden ze dan wel niet meer met Cunego. Dit is Lloyd. Het is springen van de hak op de tak. Geesink blijft maar gaan. Dit is in elk geval de kop van de koers. En nu komt weer dat ondankbare deel voor Geesink, de afdaling. Spreek hem niet over de afdaling van de Tanneron in Parijs-Nice. Daar verloor hij Parijs-Nice. Onze landgenoten zijn op komst. Michel, daarachter. Ik zag ze nog net de bocht uitkomen. Tempo wordt nu hoog genoeg gehouden. En op wie gaan de Italianen nu spelen? Is dat nu nog altijd op Paolo Bettini? Daar is Van Havermaat. Kunnen we nog iets verder terug? Als je nog een jump hebt... Ik heb het over een van de landgenoten, dan valt daar nog wel wat mee te doen. Want ik heb meer en meer de indruk dat de grote snelle mannen, Freire, Bonabettini, dat die elkaar een beetje aan het doodlonken zijn. Een probleem hier helemaal achteraan voor Tombak. En hier is het lonken. Lonken en niet meer vooruitkomen. Het waren niet onze landgenoten die op komst waren. Dat is wishful thinking. Dit is Greg Van Havermaat. En hier zit Lovquist. En Khalilov en Tosato, die hebben gewoon de sprong gemaakt. Van Havermaat moet de ronkje nog overleven. Stel dat ze in de achtergrond niet terugkomen en stel dat hij de ronkie kan overleven, dan moet je zorgen dat je het noorden niet kwijtraakt, zoals deze meneer. Dat is Tombak. Tombak, ja. Tombak, IJzona in de Pombak. Er komen er toch nog twee. Toch nog de samenstelling hier geven, Karel. Ja, maar wacht even. Ik denk dat daar Van Golen en Nuijers zijn. En dan zijn we met drie voorin. Aanval. Aanval van Chris Anker Sørensen. Geesink mee. Rebellin met zijn power ook mee. Van Berger ook mee. Van Golen inderdaad met Nijers. En nu de samenstelling dan. Ballan, Cunego, Rebellin, Rodriguez, Weekman, Nijens, Van Havermaat en Van Golen, Geesink, Lufvist, Grifko, Breschel, Lund en Sørensen. Bazaev zie ik plots ook aan het front verschijnen. En Sanchez. En Mihojlovic. Wat zit hier nog allemaal bij elkaar? En Stangelje. En daar zit ook Gilbert, maar dat moet een achtervolgende groep zijn. Ja, dat kan niet anders. En hier had het ook over Lund. Want er is ook nog een snelle man. Hier zitten we in het groepje met Bettini en met Valverde. En met Bonen. Is daar nog iemand om dat werk op te lossen? Bettini is hypernerveus. Dat is een beetje het probleem hier, hè? Bettini wil zo graag zelf, maar ze hebben Rebellin en Cunego vooraan. En daar zit Tosato. Als je nu wat edelmoedig bent, Bettini... Zelf Zabel komt praten. We willen sprinten, zeggen ze. Maar nee, Cunego en Rebellin zitten daar. Bettini mag niet. Dit is de laatste ronde, hè? En Bonen nerveus. En wat met die Spanjaarden? Alles op Rodriguez dan. En niet op Valverde en op Freire. Van Berger. Weer kop van de koers. Van Berger die plots merkt, oh, ik heb er zomaar 40 meter gekregen. Wat doe ik daarmee? Drie trio's vooraan. Drie Denen, drie Belgen en drie Italianen. Van Golen sleuren. Van Golen sleuren. Gilbert, Nijers, Van Havermaat. Tuurlijk, als dit doorgaat, hebben we de beste kansen met Van Havermaat. Als die nog wel blijven aanhangen, een beetje jus heeft.
Nick trekt die rits dicht. Kan erop aankomen. Hier vertraagt de snelheid. Blok erop. 28 seconden, halve minuut. Zal daar vooraan? Het zal een serieuze poef moeten zijn toch op de Ronkie straks. Er komt een poef, maar het is een mini-poef. En toch altijd met twee woorden blijven spreken. Natuurlijk, we hebben het gezien bij de beloften ook. Hè. 50 seconden in één druk dicht. Hier het is een vreemd parcours. Aanval. Aanval van Golen. De Italianen weten het ook niet nu. Aanval van Golen? Jawel. Hop, Jurgen. Aanval Jurgen van Golen, die nota bene nog geen enkele koers gewonnen heeft in zijn carrière. En dan Löfqvist. Maar als het niet is om weg te rijden, dan is het goed om de gang erin te houden. Griefko daar aan het wiel van Löfqvist. Ja, goed gezien. Tempo hoog houden. Waarom niet? Gilbert Nuyens van Avermaat. Ook niet van de traagste. Gilbert is er niet, hè? Nuyens en van Avermaat. Ik heb graag zoveel. Van Avermaat die nog even tankt. En hier gebeurt voorlopig niks. De Spanjaarden toch met een vreemde situatie op dit moment, hè? Wat een vreemd WK. Dan toch nog een tactisch WK. En het ziet er plots zeer benard uit voor Bettini. Die probeert overal nog volk te ronselen. Bedankt, maar het is gedaan. Hij is afscheid aan het nemen. Het is over. Dus ook voor Bonen. Dus hier het teken en applaus op de tribunes. Hier het teken van edelmoedigheid. Rebellin en Cunego en Ballan kunnen hun eigen kans gaan. Alleen vooruit. Zeg die namen nog eens. Ballan, Cunego, Rebellin, Rodriguez voor de Spanjaarden dan. Volop nef. Weekman, dat is in de tegenaanval. De namen. Dus de drie Italianen. Ballan, Cunego, Rebellin, de Spanjaard Rodriguez, de Duitser Weekman, de Belgen Nuyens van Avermaat en Van Golen, de Nederlander Geesing, dan Löfqvist voor Zweden, Griefko voor Oekraïne, Breschel voor Denemarken, Lund ook voor Denemarken en Chris Anker Sørensen. En dat zouden ze moeten zijn op dit moment. Met andere woorden, dames en heren, het zou dus kunnen dat zo meteen een vreemde patriot. En hier is Nick Nuyens. Hier is Nick Nuyens. Die zich daarvoor aangeposteerd heeft. En die kan als geen ander een groep in slaap wiegen. Hè? Opgave van Kevin de Weert. Felicitaties voor een uitstekend WK van Kevin de Weert. Niet te diep laten uitzakken nu, Nick Nuyens. Vooral goed vooraan mee beginnen aan die Ronkie. En dan maar hopen dat er nog een paar mensen zijn die desnoods een gat willen dichten. Want er gaan zeker nog aanvallen komen. En nu moet Van Golen zich misschien wel bekommeren om Van Avermaat op de klim. In de achtervolging Michael Barry, de man die viel. De zevende van het WK van Hamilton met Kolobnev. En op die manier komt er bij die sprinters dan toch weer een beetje de gang in. Maar hier hebben ze die kaart getrokken. Dus gaat Ballan zich op kop zetten. Het gaat om Cunego en het gaat om Rebellin. En pas op van Cunego en Rebellin op de Ronkie. Dat gaat snel gaan hoor in die laatste ronde. Daar zal het erop aankomen. Technische afdaling. Alles goed blijven inschatten. Ballan vol aan het wiel van de motor. Dat zit hier te lachen. Puur van nervositeit. Ik voel het ook wel. Er hangt iets in de lucht. Dat voel je toch? Het is maar 17 seconden op Kolobnev. Daar staan de namen van onze mannen op het wegdek gekalkt. Rodriguez schudt de benen. Geesink naar de kop. Op die manier kan er nog volk terugkomen. Nuyens doet nog altijd mee in de orde van de parachutisten. En Van Avermaat, slim als hij is, gewoon laten meeglijden. En nogmaals, die heeft een onvoorstelbaar recuperatievermogen. Hè? En ik denk dat hij zijn zakjes aan het leegmaken is. Weg met het overtolligen. Die is aan het dromen. Hè? Ook Breschel is natuurlijk een rappe patriot. Die won met name de slotetappe in Madrid. Waar Van Avermaat vijfde werd, maar ten val was gekomen. En ook aan die puntentrui dacht. In de voorlaatste ronde. Hè? Dus die heeft een huzarenstukje moeten uithalen om nog terug te komen. Hier zitten we bij Gilbert. Die er blijkbaar toch nog ergens tussenin plakt. Ja, dat is bij een groepje achtervolgers op minder dan 15 seconden. Die dus goed meeging. Met Cunego, maar bij de tweede aanzet van Cunego niet meer kon volgen. En hier geen landgenoten meer in dit achtervolgend groepje.
Dus heel dat peloton verhakkeld. En is hier nu al een passage geweest van het groepje met Bonen. We kunnen daar jammer genoeg geen antwoord op geven, tenzij hier straks een deftig beeld komt. Dit is al op 38 seconden. En nu? Er moet een beslissing genomen worden, heren Italianen. De gedoodverfde wereldkampioen zit hier, ver in de achtergrond, naast Valverde, alweer. Peking Revisited. Fantastische carrière, maar niet recht de legende in, Paolo Bettini. Geen derde keer op rij wereldkampioen. Rodriguez. Aanval vooraan. In de reactie. Gilbert, Veit, Stangelje en Bazaev. Dat zijn de mannen die op komst zijn op 11 seconden. Ja, ze zitten niet ver, hè. Ze komen. Als Gilbert daar nog eens mag bijkomen, maar dan moet het voor de Ronki gebeuren. Dreiging van achteruit. En we zijn aan de voet van de Ronki. Vier Belgen hadden we gezegd. In een kopgroep van? 9. Dat kan nog altijd. Maar hebben we er nog eentje die goed genoeg is? Dat is de hamvraag. Het is duidelijk dat er ook kwaliteit rond de Belgen zit. Hè? De schaapjes zijn niet op het droge. We lang zijn niet, ver van. Het valt hier wat stil. Aan de Ronki. Het valt wat stil. We zijn aan de Ronki. Van Avermaat. Moet een beetje opschuiven nu. Dacht ik net te zeggen. Balan heeft al drie keer deftig geschoten. Maar niet echt met dat zware geschut van vorig jaar, vind ik. En zo komen ze wel heel snel terug. Gilbert is terug. We hebben vier Belgen in de kopgroep. We zijn in overtal. Dus Veit, Stangelje, Bazaev en Gilbert komen aansluiten. Nou ja, noem hem niet langer alleen maar sluipschutter. Gilbert schuift onmiddellijk op. Hij is ook zo sterk. Hij is ook zo sterk. Daar is Gilbert. Hé, mannetjes, is een keer binnen. Proberen nu te controleren. Ook de Denen willen dat natuurlijk doen met Breschel. Ze willen hem de kans geven om te spurten straks. Geesink gaat zeker nog eens aanvallen. Geesink moet. Geesink heeft geen keuze. Moet aanvallen. Drie Denen. Waarvan eentje verwacht. Breschel. Dat Chris Anker Sørensen een stukje kon fietsen, dat wisten we. Grifko reageert. Maar ze hebben toch allemaal al zoveel gegeven. Hè? En onze landgenoten niet helemaal laten wegzakken. Alsjeblieft wat meer naar voren, als het toch nog even kan. 18 leiders. Belgen het best vertegenwoordigd met een verbluffende Van Golen. En hoe langer die versnelling hier uitblijft, hoe kleiner de verschillen boven zullen zijn. En Van Avermaat die indruk geeft van het iets moeilijker te hebben, maar dat geeft hij altijd. Dus we gaan erin geloven, we gaan erop hopen. We hebben nog mannen die met de laatste van hun krachten nog een bres kunnen dichten. Dat kan belangrijk zijn. En Van Golen verdient nu al op een piedestal geplaatst te worden. Hij is als eerste beginnen rijden van de Belgen. En hij blijft rijden. Ik verwacht nu wat van Rebellin. In de wetenschap dat Cunego ook al een cartouche of drie verschoten heeft. Rebellin ziet er nou inderdaad nog fris uit. Rodriguez is dat ook. En Chris Anker Sørensen doet daar veel kopwerk. Ook in de wetenschap dat Lund razendsnel is. En dat Mathieu Breschel natuurlijk nog rapper is. Grifko heeft goesting. Het kietelt bij Grifko. Maar die heeft niet die dash. Niet die explosieve sprintberg op. Daar gaat Rebellin. Daar gaat Rebellin. En daar gaat haar op staan. Hoort u het? De Nauwen is weg. Kom aan, jongens. Tanden bijten nu. En Rodriguez die moet de Armada. Want vooral opletten dat ze daar niet met twee extra Italianen boven komen en dan gaan rijden. En er valt een gat. Er valt een gat. Nu komt het er echt op aan, hoor. Want er zijn twee Italianen mee met Rebellin. Cunego en Balan zijn mee. Dus gaat het niet meer stilvallen straks. Ze zijn in boventaal en alleen Rodriguez moet de Armada aan wal brengen. Nu gaat Balan. En dat is misschien wel de sterkste os van allemaal. Balan van achteruit en we zitten weer in het defensief. En dat zag je een beetje aankomen. Maar Balan, nogmaals, wel zeer sterk, maar niet meer die cartouche die hij vorig jaar erop kon leggen. Nou, hij heeft zijn landgenoten weer mee en Rodriguez zit daar alleen. Maar durven ze die meepakken naar de streep? Voilà, tempo weer weg. En dan leven we weer op hoop. Dit is goed voor ons. Maar we zitten al vrij ver. Nou, je zit er nog wel tussen.
Als ik Van Gohlen was, ik zou me voor Nijers gaan zetten. Rodriguez. Nog eens Rebellin met een schijnmanoeuvre. Probeert hem al op te vangen nog voor hij vertrekt. Van Berger, een Oostenrijker. Kom terug, kom terug. Het zou nogal wat zijn. Maar nu gaat... Daar zit niks meer op. Nee. Daar zit niks meer op. En hier komen we weer aansluiten en we hebben er nog twee bij. Daar gaat Van Berger. Maar dan moeten de Italianen dat maar organiseren hier. Daar gaat Van Berger. De tegenaanvallers op 32 seconden. Der Christian. En dat gaat onze landgenoten weer pijn doen. En daar gaat het om Samuel Sanchez onder meer. Maar ze zijn dicht. Ze zijn zo dicht. En ook Van Berger krijgt dat gedroomde gat niet voor elkaar. Nee. Kijk, tempo er nu weer uit. Ideaal weer voor de achtervolgers. En hij is nog mee. En hij is nog mee en Van Gohlen, denk ik. Hier dus zitten we dan bij van Avermaat niets. Bettini en Bonen. Maar dat zijn de geslagenen met Oscar Freire. Er is een paradetochtje. Dat zag er voor deze jongens even briljant uit. Tot pakweg een dikke ronde geleden. Maar hier hebben we nu echt niks meer aan. Dit willen we zien. En Van Gohlen en Nuijers bijna weer voorin. Kom aan, mannen. En hoe ver zitten Gilbert en Van Avermaat? Dreigen zij nog van achteren? Van Gohlen gaat het doen. Van Gohlen gaat het dichtrijden. Beren sterk WK. Maar vraagt nu om over te nemen. Maar ook hier... Rebellin gaat nog eens. Gaat het niet echt meer vooruit. Maar kijk. Rodriguez weer op het wiel en Lam. Nog 4 kilometer. Rodriguez naar het wiel en Lam. Maar toch zet hij door. En dan zit er een pak kracht op die dijen. Houdt nu weer in. Dat is weer onze kans. Rodriguez heeft een briljante dag. Ops, een Deen. Vooraan een Deen en achteraan een Deen. Chris Anken Sørensen alweer. Maar alles wordt gepareerd. Alles wordt gepareerd. Allemaal mannen die nooit gedacht hadden, ik word vandaag wereldkampioen. En plots ruiken die een kans. En in dat tegenlicht zie je bij God niet meer wie er nog op komst is. God, geef ons een landgenoot. En laat het nog eens stilvallen. Dat gebeurt ook. Denk aan Madrid. Ze komen terug, maar geen landgenoot. Nee. Het is Balan. Het is met op bij de landgenoot. Grifko. En dan blijven ze vooraan natuurlijk aanvallen. Het is Cunego die nu gaat sleuren met Van Berger. En Rodriguez. En die Rodriguez die is zo rap. In dat sprintje, vooral dat kleine bergje hier, dat knikje, dat is daar voor hem neergelegd. 6 gelosten uit de kopgroep. 4 Belgen daarbij. Rebellin nog eens. Rebellin nog eens met Grifko aan het wiel. Grifko tot er dood. Grifko die woont in Lamporecchio, dat is een halve Italiaan. Maar er zit nog volk. Als achter. Van Gohlen zich opoffert tot er dood, dan kan Nijers wereldkampioen worden. Ze zijn elkaar hier aan het beloeren en bekijken en ambeteren. En daardoor gaat er toch nog een landgenoot in de vuurlinie komen. Maar daar gaat Ballan. Een Italiaan. Ballan. Alessandro Ballan. En met punch deze keer. Daar zit wel een dikke cartouche achter. Daar gaat Ale Ballan. En dit is voor de titel, hoor. Oeh. Dit is voor de titel. Als je de Ronde van Vlaanderen kunt winnen, dan mag je ook eigenlijk wel wereldkampioen worden. Hè? En in de reactie... Een van de Denen. Chris Anker Sørensen in de reactie. Vliegt daar nu door die bocht Alessandro Ballan. En heeft 50, 60 meter. Het is al meer. De man uit Castelfranco Veneto heeft een supportersclub. Die is nog in de maak in Brugge. Hij moet er natuurlijk voor knokken, maar heeft een formidabel gat geslagen. Maar hij moet wel optornen tegen de meerderheid. Maar er zitten er daar een pak af te stoppen. Ja, maar we hebben er gisteren hier ook zien sterven op deze strook. Het is nog wel even. Vals plat nu. Vals plat voor Ale Ballan. Op 2 kilometer van het einde. Kwam als een komeet doorgeschoten in de driedaagse van de Pannenkoekzijde. Won de Ronde van Vlaanderen. Won ook de Hamburg Classic. En laat Chris Anker Sørensen nu maar rijden. Hè? Want Nuijers en Van Gohlen hangen daar ondertussen aan. Dat kan nog. Maar twee Italianen die
de grendel op de deur steken. Het kan nog. Het is Sørensen tegen Ballon. En waarom zou Sørensen alleen doorvlammen in de wetenschap dat hij dan toch wordt geklopt? Er moeten dus anderen komen. Van Golen moet eventueel komen helpen, maar die is helemaal op. Ballon nu tegen zichzelf aan het vechten. Het gevecht, het laatste gevecht tegen de spieren en de pezen. En Sørensen valt stil en Ballon, daar gaat toch nog wat van uit. We gaan meedoen voor het podium, dat in elk geval. Maar Ballon in die laatste kilometer, hij kan nog altijd zichzelf tegenkomen, met andere woorden tegen de muur kletsen. Het begint ook al een beetje te wiegen met de schouders, schokschouderen. Maar hij gaat nog verdomd hard vooruit. En wat doet Rodriguez? Rodriguez moet toch nog proberen een sprong te maken, maar het is te laat. Hij gaat nog verdomd hard vooruit. En breng Nuyens daar in stelling, dan kan hij tenminste nog eens op dat podium. Ballon heeft nog de tijd om onder de neus te wrijven. Dat snot weg. In de fleur van zijn leven. En ik denk dat het binnen is. Van Berger komt nog eens. Ik denk dat het binnen is. Ze gaan hem over de streep schrijven. Hier is het wipje bergop. Daar is het bord van de 400 meter. En hij gaat er nog eens een sprintje uitpersen. Een van de minst verwachte Italianen, maar hij gaat het wel doen. Ballon wordt wereldkampioen. Ik gun het hem wel, want het is zo'n aardige jongen. Het is zo'n aardige jongen. Ook al doen die deden daar nog hartstikke in best. Nee. Alessandro Ballon wordt wereldkampioen en volgt Paolo Bettini op. Al gaat hij stik kapot die laatste 150 meter in, maar hij gaat nu al genieten. En dat is weinigen gegund om dat te doen in een WK. Ale Ballon. Grande, grande, grande Alessandro Ballon uit Castelfranco Veneto. Campione del mondo. En voor de tweede plaats, is het Cunego voor Breschel. En wij eindigen in de top 10 met twee man, met Nuyens en Van Golen. Derde Italiaan die wereldkampioen wordt in Italië. En Italië dan toch 1 en 2. Ondanks het falen van een veel te nerveuze Bettini. Die daar al weet, mag toch champagne drinken vanavond. Kunnen we de vreugdebeelden in het Italië? Die willen we. Alessandro Ballon. Op zijn 28ste. Bekroning, voorlopige bekroning. Zeer minzame jongen, nogmaals. En hier nog eens even kijken naar Philippe Gilbert in een sprintje voor een ereplaats, top 15. Maar hij moet de duim leggen in die sprint voor de ereplaats. Tegen Bazaïev. Onze landgenoten, ze hebben een knappe koers gereden. Maar als het dan echt moest, hadden we niet echt iemand met overschot. Van Avermaat komt nu ook binnen. Nick Nuyens is 9e en Van Golen is 11e. Het had anders gekund, maar dat klein beetje jus dat je nodig hebt om het verschil te maken in die laatste 3-4 kilometer. Nee, dat niet. Als de puntentrui van de Vuelta dat beetje jus gekost heeft, dan is dat jammer. Maar daar mogen we niet over zeuren. Van Avermaat is een hele grote aan het worden. Als je het maar weet. Maar laten we deze man in de armen sluiten en daar een halve Vlaming van maken. Wat heeft hij bijvoorbeeld een fantastisch voorjaar gereden dit jaar. Hè? De 4e in de Ronde van Vlaanderen, 3e in Parijs-Roubaix. 3e in een rit in de Tour in Foix, 2e in de Grote Prijs van Ploubet. Het is om gek van te worden, iedere keer net niet, maar nu wel bonkprijs. Hij heeft het moeilijk om het af te maken, maar als hij het afmaakt is het wel inderdaad groots. Ronde van Vlaanderen en wereldkampioen. Het is zo'n jongen, als je daarmee praat, die jou zal zeggen, ja, ik kan er echt niet aan doen, maar ik win wel vandaag. De top 20. Ballon. Hier nog eens een demarrage. Cunego op 2. Breschel op 3. Rebellin op 4. Grifco op 5. Rodriguez wordt 6e. Weekman 7e. Van Berger 8e. Nuyens 9e. Geesink 10e. Van Golen 11e. Lundqvist is 12e geworden. Chris Anker Sørensen 13e. Bassaier dan 14e. Gilbert 15e. Fight 16e. Van Avermaat 17e. Stangelje 18e. Pinot 19e. En Karpets is